heb je last van de zon? Oh, jeetje. Ja, sorry. Ja, lieve vrienden, van eerste een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, die is daar aan het gek doen. Maar nou kijk ik niet bij mijn pc, want de zon die schijnt precies zo vreselijk. Het is vandaag in ieder geval vrijdag, 9 november. En het is 11:47. Ik zit te wachten op Rebecca. Ik heb koffiewater opstaan. Ik ben met een broodje bezig, maar mijn vleeswarenbak wordt bijna leeg. Dus die ga ik even vullen. En natuurlijk, Astrid komt, hè? Ja! En dan weten jullie het wel weer, zoals gewoonlijk. Maar we proberen het gewoon. Ja! En ik wens jullie in ieder geval ook een hele mooie, fijne, liefdevolle dag. De zon die schijnt weer, de lucht is blauw. Ja, geen wolkje te bespeuren, aan weerskanten niet. Dus ja, dat is gewoon fijn. Ja, daar kan een mens gewoon blij om zijn. Ja, gewoon heerlijk. Genieten. Ik heb wel de kachel aangedaan. Gisteren had ik hem niet aan. Maar het was maar 19 graden in huis. Dus met andere woorden, het is vannacht koud geweest. En gisternacht, ik kom vanochtend beneden, gisterochtend beneden, toen was het 20 graden. Toen kwam de zon erin, toen werd het warmer. Dus ja, ik hoop dat het nou toch ook nog even goed wat warmer gaat worden. Ik kan het toch weer even uitdoen. Ja toch? Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles wat jullie doen gaan. En ik zie wel hoe de dag bij mij door zal komen. Het is even afwachten wat er allemaal te gebeuren gaat hier aan deze kant. Dus zeggen, tot later. Doei doei! Nou, ik heb visite in de tuin. Een mereltje, een kraai, een duifje. Kijk, die kraai gaat al hangen aan het netje. En musjes heb ik. Die is leuk! En ik had kraaien mogen van mij wegblijven. Ik heb gewoon een hekel aan die kraaien. Maar ja, dat komt er ergens door. Leuk hè? Ja, en Astrid is er ook hoor. Ja, die is er ook. Houtduifje toch, die bruin? Weet ik veel. Ik meen dat houtduifjes waren. Die andere, die blauw-grijs laat mij zeggen, zijn postduiven, maar ik dacht die bruine hout. Leuk, hè? Ja, mereltjes kunnen er nog net in. Kraaien kunnen er niet in. Die zijn weer te groot. En pindakaashuisjes ook gevuld. Dus. Gezellig! Nou, en dan hebben we hier ook ons Woefie en ons Poesjebeestje. Ofwel Frodo en Eeuwen. Ja, ja. Is je nog lief? Nog even. Valt Frodo met zijn kont tussen de leuning door. Staat hangt ze wat op de grond. Maar ja, maakt niks uit. Nee hoor. Ja. En we hebben koffie, dus ik ga lekker een bakje koffie drinken. Astrid heeft hem al op, ja. Dus, komt allemaal goed, tot later. Ja, lieve vrienden, het wordt al aardig donker en ik denk dat mijn batterij van mijn lamp al wat minder gaan worden, want zoveel is hij niet meer. Ik kan er alweer in kijken, maar ja, maakt ook 1, 2, 3 niet uit. Nee, zolang jullie me kunnen zien, vind ik het goed. Ja, toch? Astrid is, nou ja, net een 10 minuten tot een kwartiertje weg. Ik heb het heel druk gehad. Niet qua Astrid, maar ik was met eten bezig. Verder klaar te maken. Krijg ik een appje van mijn stiefzoon. Maar ik heb een hekel aan het woordje stief. Dus ik zeg, mijn zoon, dat was de zoon van mijn liefhebbende overledene man. Dan ook nog met Karin met haar bruiloft dingen doorspreken en doen.
Ja, dat, die ging net ook weer. Ik ben het even zat. Ja. Kom niet aan mezelf toe. Druk. En ik moet nog een vlog in elkaar zetten van eergisteren. Kan je nagaan. Zou ik gisteren gedaan hebben. Ook niet naartoe gekomen. Maar oké. Ik kan de pret allemaal niet drukken. Ik ga nou eerst toch rustig aan doen. Ik neem de tijd even voor televisie te kijken. Ik kijk naar SBS6. De mooiste bruiloft. Dus ja. Waarom niet? Toch leuk, geweldig, gezellig. Ze zeggen, lieve vrienden, tot straks. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik heb het aardig klaar. Enkel ik mis nog wat met een slinger. En dat is dat ik daar die slinger eventjes nog opnieuw moet doen. Die hangt daar nog niet goed. Die hangt te laag. Dat wil ik een beetje omhoog hebben nog. Dat daar niet echt. Maar de rest, het hangt allemaal keurig, netjes. Achterlamp naar dat lampje toe. Over die bloemen heen. En dan hup. En dan over de spiegel. En dan daar weer naartoe. Zo naar mijn moedertje toe. Enkel mis nog één slinger, maar ik denk dat die boven bij de ballen is. Want dat is een speciale slinger. Ja, die moet ik draaien, opdraaien. Ja, dat, dan komt die van daar, dat zit helemaal bovenin, zit een oog, daar komt die aan vast. En dan komt hij met nog een stukje slinger eraan vast, normale slinger. Gaat hij naar de lamp toe. De bovenin. En daar hangt de lamp. Ik zal even kijken waar ik hem vinden kan. Ja, zien jullie hem? Ja. Als ik die aan ga doen, dat is leuk. Gaan we die even aandoen. Die geloof ik, ja. Dus leuk, ja. Oh. Leuk, hè? Dat doet dus die lamp. Die heb ik gewoon het hele jaar hangen, die lamp. Die haal ik niet weg. Die lamp is nou niet eens niet aangesloten, want die behoort daar. Maar mocht het ooit zijn, dan valt het zo te veranderen. Wat is dat? Wat is dat, kerel? Hè? Mijn lamp wordt aardig minder. Ja, ik kan er niks aan doen. Leuk, hè? Ja, ja. Vind ik van wel. Ik vind het helemaal leuk. Hé, Hoefke? Mijn hondje? Ja nou. Ja la la di. Ja hè? Ja, ik zat even mee te neuren, ja. Want ik kijk naar RTL 4 en het is vrijdag, dus ja, The Voice. The Voice of Holland. Het is altijd een heel leuk programma, vind ik. Maar oké, lieve vrienden, mijn lamp wordt echt aardig minder en minder en minder, want ik kan er gewoon in kijken, ja. Maar het maakt niet uit, ze zeggen tot later. Ja, lieve vrienden. Even nieuwe batterijen in de lamp en doet wonderen. Ja. Heel veel wonderen. Nou kan ik er niet in kijken. Nee. En hun dus wel. Ze hebben minder last dan wij mensen. Ja, maar oké. Ik draai hem wel even om. Dat klepje weer even omhoog. En dan zeggen we gewoon ho, 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 ho. Nee, ik ben geen kerstman. En ook geen kerstvrouw. Nee.
Maar ik zeg wel, mijn computertje is al uit. Ja, en we gaan lekker naar bedje toe. En lekker slapen. En ik wens jullie allemaal ook een goede nacht. Gezond weer op. God zegen. En tot aan de andere kant van de nacht. En een hele fijne zaterdag gewenst. Ja. Want jullie horen het. Drie uur 's nachts. Dus het is al zaterdag. Toch? Ik zou zeggen, doei doei.